Sander heeft nog even de fiets gepakt. Nou, dat gewicht valt eigenlijk best wel mee voor een elektrische fiets. Kun je overal mee naartoe nemen. Waar naartoe dan? Gewoon een stukje fiets in de buurt van de camping. Het is dan wel vals plat, maar daar heeft deze elektrische fiets totaal geen moeite mee. Het is opstappen en gaan met de Batavus Genova Ego 7. Door de motor in het voorwiel word je ondersteund tijdens het fietsen. Hij helpt je de heuvel op en van flinke tegenwind heb je bijna geen last. Gaat zo makkelijk. Met de bediening op het stuur kun je de trapintensiteit instellen. En dan in samenwerking met de 7 versnellingen kun je zelf bepalen hoe hard je gaat. Met dezelfde bediening op het stuur kun je zien hoe vol de accu is. De accu kun je op de fiets laten zitten tijdens het laden via het stopcontact. Maar je kunt erbij natuurlijk ook gewoon vanaf halen en dan opladen. En helemaal handig, tegenwoordig zijn er overal oplaadpunten voor elektrische fietsen. Ken je de situaties waarbij je met de fiets de berg op moet lopen? Dat is heel vervelend. Maar dat is nu verleden tijd, dankzij de Walk Assist. Deze hendel draai je om en dan gaat het motortje in het voorwiel draaien. En zo helpt hij je met één handomdraai de berg op. Makkelijk zat. Ho, 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 rustig aan. Ho. Nog even over Le BC. Hij heeft een modern frame, een vierende voorvork, een verstelbaar stuur en vierende zadelpen. Comfortable! In de natuur kun je prima uit de voeten met deze fiets. En ook in de stad is die handig. Helemaal het model met de extra lage instap. Ik ben zo eigenlijk al een paar uurtjes onderweg geweest. En ik ben nog helemaal niet moe. En ik vind het eigenlijk wel een fiets voor mij ook. Eigenlijk een fiets voor iedereen. En als ik nou moest kiezen tussen deze fiets mee op vakantie of nee, dan maak je het me wel heel moeilijk. Voor meer informatie over deze of andere fietsen, check campinglife.nl.